Hoe klinkt een stem in je hoofd en waar zit die dan precies? Dit is de Universiteit van Nederland. Stemmen horen is een vorm van hallucineren, een auditief verbale hallucinatie om precies te zijn. En zo'n stem, dat klinkt precies als mijn stem nu. Je hoort gewoon het stem. Het enige verschil is dat er op dat moment helemaal niemand is. Het is een kort filmpje van Christine waarin ze uitlegt hoe het voor haar de eerste keer was dat zij een stem hoort. In het begin begreep ik helemaal niets van. De eerste stem die ik hoorde was een meisje wat huilde. En ik ging echt naar haar op zoek. Ik dacht, waar moet dat meisje zijn? Dus ik liep helemaal door het gras te zoeken naar een meisje. En ik zag geen opa, geen ouder. Dat zag ik allemaal niet. Onze zintuigen zijn de enige bron die we hebben om informatie uit onze omgeving te krijgen. Dus daar vertrouwen we eigenlijk altijd op. Dus als je iets hoort, dan is er iets. En als je iets ziet, dan is dat er ook. En het kost wel heel veel abstractievermogen om je te realiseren dat je ook iets kunt horen dat er niet is. Mensen die voor het eerst stemmen horen, die gaan er natuurlijk van uit dat die stem er ook is. Dat dat een persoon is, een kind of wat dan ook. Wat je precies hoort, dat kan ontzettend verschillend zijn. Christine hoorde een kind. Je kunt een mannenstem horen, een vrouwenstem. Je kunt één stem horen of meerdere. Je kunt een stem horen die tegen je spreekt. Of stemmen die met elkaar over jou spreken. Afgezien van die verschillen zijn er ook een aantal overeenkomsten. En dat is dat stemmen bijna altijd een vrij eenvoudig taalgebruik hebben. Het is eigenlijk maar een hele beperkte woordkeuze en ook bijna nooit complexe woorden. En ook de grammatica van die stemmen is eigenlijk opvallend eenvoudig. Hele korte zinnetjes van 2 of 3 woorden. En een andere overeenkomst is dat stemmen vaak een heftige emotionele lading hebben. Dat kan positief zijn of negatief, maar het is zelden neutraal. Ik heb een voorbeeld van hoe zo'n positieve stem kan klinken. Je hoeft niet bang te zijn. Als er gevaar is, zal ik je waarschuwen. Er is niets aan de hand. Jou kan niets gebeuren. Nou, dat is wel te doen, toch? Als je dit af en toe hoort op het moment dat je gestrest of angstig bent. Kan misschien best troostend of geruststellend zijn. Maar stemmen die positief zijn, die blijven niet altijd positief. En bij sommige mensen worden die stemmen ineens heel zuur en narrig. En dan kan je bijvoorbeeld zoiets horen. Je moet dood, Marjan. Beter maar nu direct. De wereld is beter af zonder jou. Je bent een slecht mens. Ja, dat is een heel ander verhaal. En wanneer je dit soort stemmen regelmatig hoort, dan kun je daar ontzettend angstig van worden. Ontzettend somber. Het kan je zelfvertrouwen totaal aantasten. En sommige mensen die vaak dit soort negatieve stemmen horen, die komen überhaupt de deur niet meer uit omdat ze zo angstig zijn. Dus een stem kan je leven enorm beperken als het heel erg negatief is. Maar stemmen kunnen je ook heel erg beperken wanneer je ze de hele tijd door hoort. In het UMC in Utrecht behandelen we mensen die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat stemmen horen. En dat is ontzettend vervelend. En om jullie een indruk te geven hoe zoiets voelt, wil ik iemand uit het publiek vragen mij even te helpen. Hier op de eerste rij voor het gemak. Wil jij mij even helpen? Ja, oké. Kom maar staan hier. Ik heb een microfoon voor je. Die doet het, alsjeblieft. Ik wil het volgende met je doen. Ik wil je vragen of je aan de zaal wilt vertellen wat je in de zomervakantie gedaan hebt. En ondertussen speel ik even je stem. Ik ga achter je staan en ik ga in je oor praten. Juist zoals dat is voor mensen die een stem hebben. Probeer mij te negeren en ga de zaal gewoon vertellen wat jij deze zomervakantie gedaan hebt. Goed? Oké. Ga maar van start. Ja. Je bent te laat. Je bent alweer te laat. Ik had een je komt altijd te laat. Gisteren was je ook al te laat. Dan ben je alweer te laat. En toen ging ik naar Duitsland. Schiet nou op. Met, je komt mijn gezin altijd en te laat, langs jij. Voor de zoveelste keer ben je te laat. Dat weet ik precies.
Je bent altijd te laat. Je bent een treuzelaar. Nou, dat deden we ongeveer een week treuzelaar over. Treuzelaar die je bent. Schiet nou op. Toen ging alweer te laat. Veel te laat. Het is hartstikke laat, jij. Duitsland pakten we de auto weer naar Nederland. Je bent een treuzelaar. Je komt altijd te laat. Ik was weer te laat, helaas. Nou, zullen we het maar tot zover houden. Hoe was het? Hoe is het om voortdurend in de reden gevallen? Dit waren 20 seconden. Heb je een idee bij hoe dat kan zijn als je dat de hele dag door hebt? Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is ook zo. Dankjewel voor de illustratie. Ja. Het leidt je ongelooflijk af en het verhindert je eigenlijk om je op een gesprek te concentreren en om je op je werk te concentreren. En dit is de reden dat mensen behandeling zoeken. En om die behandeling zo goed mogelijk te geven, willen we precies weten wat er in de hersenen gebeurt op het moment dat iemand stemmen hoort. Daarvoor maken we gebruik van een MRI-scanner. We vragen mensen om ongeveer een half uur in die MRI-scanner te liggen en om precies aan te geven wanneer zij stemmen horen. Nou, zo'n plaatje van een fMRI-scan die kan er als volgt uit zijn. We kijken hier tegen de zijkant van het hoofd, je ziet de oogbol, de neusholte, je ziet de weken delen van de neusholte en je ziet uiteraard ook de kronkels van de hersenen. En als je goed kijkt, dan zie je dat die kronkels aan de binnenkant uit witte stof bestaan. Dat zijn de verbindingsbanen van de hersenen. En aan de buitenkant uit grijze stof. En daarin liggen de cellichamen van de hersencellen. Met functionele MRI kijk je naar de specifieke activiteit, in dit geval van de stemmen. En die geven we met rood aan. Zou ook een ander kleurtje kunnen zijn, maar meestal gebruiken we daar rood voor. En het eerste gebied dat sterk actief is tijdens het horen van stemmen, dat ligt ongeveer boven je oor. En dat is een taalperceptiegebied. Wanneer jullie nu mij horen spreken, dan is bij jullie dat taalperceptiegebied actief. Iemand die stemmen hoort, hoort ook iemand spreken. Dus ook bij diegene is taalperceptiegebied actief. Dan is er nog een klein gebiedje actief bovenin die slaapkwab. En dat is activatie van de primaire gehoorschors. Wanneer je je bewust wordt van een geluid in je omgeving, bijvoorbeeld iemand die met de stoel schraapt, iemand die kucht, misschien wel de tram die buiten langs rijdt, dan is bij jou die primaire gehoorschors actief. Dat wil zeggen dat je iets waarneemt. Iemand die stemmen hoort, die neemt ook iets waar. En je ziet dat inderdaad in de hersenen die primaire gehoorschors actief is. Dezelfde activatie als bij een normale waarneming die je met andere mensen deelt. En daarom klinken die stemmen ook zo echt. Het is qua activiteit op hersenniveau niet van een echte waarneming te onderscheiden. En daarom ga je ook zoeken. Een ander gebied dat actief is tijdens het horen van stemmen, dat ligt hier vooraan, achter de slaap. En dat is een taalproductiegebied. Wanneer ik nu woorden en zinnen vorm, dan is bij mij dat taalproductiegebied actief. Maar ook wanneer ik die woorden alleen maar in mijn hoofd zou bedenken en nog niet uitspreek, dan toch is bij mij dat taalproductiegebied actief. Ook bij iemand die stemmen hoort, zie je activiteit in dat taalproductiegebied. Iemand hoort dus niet alleen maar passief stemmen, het is niet alleen een passief luisteren, het is ook het actief produceren van woorden en zinnen. Vervolgens kijken we naar datzelfde brein, maar nu kijken we van bovenaf. De neus zit in dit geval aan de onderkant. Je ziet dat de hersenen uit twee hersenhelften bestaan. Net als een walnoot. Een linker en een rechter hersenhelft. En bij 95% van de mensen is die linker hersenhelft dominant voor taal. Zo ook bij deze persoon die in de scanner heeft gelegen. Dat wil zeggen dat bijna alle talige processen zich in die linker hersenhelft afspelen. Maar bij stemmen horen gebeurt er iets aparts. Dan zie je juist veel taalactiviteit in die rechter hersenhelft. Met name ook in de taalproductiegebieden. En dat is wel interessant, want die rechter hersenhelft die kan eigenlijk helemaal niet zo goed spreken. Die is absoluut niet gespecialiseerd in taal. En die kan alleen maar een beetje rudimentaire taal produceren. Hele simpele woorden, hele korte zinnetjes. Grammatica lukt al helemaal niet. En dat is ook precies het soort woorden dat mensen die stemmen horen ervaren. Wat die rechter hersenhelft wel heel goed kan, is schelden en vloeken. En dat is ook precies wat mensen die stemmen horen vaak ervaren.
We willen vervolgens weten niet alleen wat er gebeurt tijdens het stemmen horen, maar ook wat er kort daarvoor gebeurt. Laten we even kijken naar de tijdsas waarin iemand in de scanner heeft gelegen, een half uur. En in dat half uur heeft diegene twee keer lang, twee keer kort en één keer heel lang stemmen gehoord. En in die periode zagen we activiteit in de taalgebieden, rechts en links en in die primaire gehoorschors. Maar nou willen we weten wat daaraan vooraf gaat. Is er soms een triggeringsmechanisme wat die hallucinatie kan doen starten? En we zijn nu op zoek naar signaalveranderingen, zowel positief als negatief, die dat stemmen horen zouden kunnen triggeren. En dat geeft het volgende plaatje. We kijken nu aan de zijkant, een dwarsdoorsnede van de hersenen. En je ziet dat die slaapkwab naar binnen toe omkrult. En juist in dat gebied zien we veel activiteit. En dat is de hippocampus en de parahippocampale gyrus. En dat zijn twee structuren die een hele belangrijke rol spelen in het geheugen. De hippocampus, dat zeepaardje van de hersenen, doet eigenlijk twee dingen. Enerzijds zorgt hij dat belangrijke belevingen worden opgeslagen in het geheugen. Anderzijds zorgt hij dat herinneringen er op een bepaald moment ook weer uitgehaald worden. Je kunt het vergelijken als een soort bibliothecaresse die boeken op het juiste schap opbergt en wanneer daar vraag naar is, dat boek ook weer netjes tevoorschijn weet te halen. Wat we denken dat er nou gebeurt vlak voor zo'n hallucinatie, is dat er een geheugenfragment eigenlijk onbewust wordt opgehaald. Op een moment dat er eigenlijk geen vraag naar is. Dus die bibliothecaresse die staat ineens met een boek, terwijl er helemaal geen klant aan de balie staat. Welke geheugenfragmenten ontsnappen nu snel uit dat geheugen? Dat zijn heftig emotioneel geladen momenten. En we denken dat daarom mensen die heftige dingen hebben meegemaakt, psychotrauma's hebben meegemaakt, ook meer aanleg hebben om te gaan hallucineren. Wat zijn we nu wijzer geworden van dat fMRI-onderzoek? Enerzijds dat tijdens het horen van stemmen die taalgebieden actief zijn. En anderzijds dat mogelijk getriggerd wordt vanuit het geheugen. Laten we nog even teruggaan naar Christine. Ja, ik vind een biologische benadering vind ik heerlijk. Het is gewoon dan ben je niet meer ziek eigenlijk. Dan werken je hersenen gewoon anders dan andere mensen. Maar dat wil niet zeggen dat je ziek bent. Wanneer je iets hoort dat anderen niet kunnen horen, of iets ziet dat anderen niet kunnen zien, dan maak je dat best onzeker. En dan ga je daar best over twijfelen, hoe kan dat nog? En wanneer je kunt uitleggen hoe dat precies gaat en wat er op dat moment gebeurt, dan kan dat rust geven. Die taalgebieden van je eigen rechter hersenhelft, daar hoef je niet bang voor te zijn. En die uitleg kan mensen helpen om dat stemmen horen een plek te geven. Maar we hopen dat ons onderzoek meer doet dan alleen maar uitleg geven. We willen er namelijk ook heel graag een behandeling op baseren. En we weten dat hersengebieden er niet zo goed in zijn om twee dingen tegelijkertijd te doen. Dus we zagen dat die taalgebieden actief waren tijdens het horen van stemmen. Als we die taalgebieden nou goed aan het werk zetten, dan blijven er minder resources over om stemmen te horen. En heb je daar dus minder last van. En dat kan bijvoorbeeld door te zingen. Met zingen activeer je namelijk juist die rechtertaalgebieden, precies de plek waar die stemmen geproduceerd worden. Dus als je zingt, hoor je minder stemmen. Nou, fraaie oplossing zul je zeggen. Moeten die arme mensen die last van stemmen hebben de hele dag door zingen? Dat is ook geen doen. Is ook geen doen, klopt ook. Zingen kun je op bepaalde momenten absoluut niet, maar op bepaalde momenten ook wel. Als je er helemaal doorheen zit en je bent alleen thuis, dan kan het best helpen om eens eventjes hard te zingen. Het helpt tegen de stemmen, je wordt er vrolijk van, het geeft je een goed gevoel, het geeft je het idee dat je weer in controle bent. Een andere methode die we inzetten om minder last te hebben van hallucinaties is TMS, transcraniële magnetische stimulatie. Daarmee leg je een snel wisselend magnetisch veld aan over een klein gedeelte van de hersenen. En dat is een veilige methode waarmee je een klein gebiedje van de hersenen tijdelijk minder actief kan maken. Bij sommige patiënten heeft dat heel goed geholpen tegen hallucinaties, bij anderen niet. En of deze methode het gaat redden tot een standaard behandeling, dat weten we op dit moment niet. Maar daar doen we naastig onderzoek naar. Dus,
Een gehallucineerde stem klinkt net als een echte stem. Het activeert de taalgebieden van de hersenen, zowel links als rechts. En omdat die rechtertaalgebieden betrokken zijn, is het eigenlijk vrij simpele spraak, met weinig moeilijke woorden en weinig grammatica. Bovendien is er activiteit in de primaire gehoorschors. En daarom lijken stemmen zo ontzettend echt. We denken dat die stemmen getriggerd worden vanuit het geheugen. En daarom zijn mensen die trauma's hebben meegemaakt extra gevoelig voor het horen van stemmen. En door die taalgebieden te stimuleren, hetzij door een activiteit te doen, hetzij van buitenaf, kunnen we die stemmen wat minder maken. Dankjewel voor je aandacht.